zijn hier op de Mariekenloop in Nijmegen. Mijn zusje die doet mee. Ze is een sportfanaat. Alle sportgenen in onze familie zitten bij haar erin. Kijk, hallo. Hallo. Wij zien jullie pas bij de finish. Daar? Ja. Oké. Okay. Pop en Limo hier gaan staan, volgens mij. Pop staat daar. Waar beginnen jullie dan? Dus moeten we het startvlak in en dan moeten we aan die kant gaan we eruit. Oh ja, met zijn reet druk. Ja. Dus kijk maar. Oké, okay, goed. Succes. Dank je. Yo. Bovenop? Ja? Weet ik niet. Ja, maar het is niet echt een goede lunch. Nee, stroopwafel. Voor de fans. Ja, ja, ik weet het. Wel lekker, hè? Voor mij zijn ze wel gewoon het maken daar. Dit zijn wel de lekkerste. Gratis. Kun je hebben? Papa wil graag dat gratis is. Je hebt verschillende soorten, hè? Twee soorten. En wacht even. Wel lachen hier, heb je allemaal standjes en het is allemaal super gezond. Het is gezellig met de family gezinsuitje. Een kleine tackle is ook mee. Lachen dit. Wat gevonden? Ik heb wat te eten. Ik wel daar nog wat te... Ik zag wel daar iets. Ja. Thanks. Jawel. Zie je eruit, hè? Bedankt. Ging het makkelijk of was het wel moeilijk? Met Gijsje pak. Met Gijsje op de foto. Gijsje! Hallo. Ook al is het zondag, er moet toch werk verzet worden. Ik ga nog even een mailtje tikken. Waardoor alle deelnemers van volgende week aan dag 2 van het programma voor geluk, dat die weten waar ze aan toe zijn. Dus aan de bak! En ook op zondag mag er natuurlijk lekker gechilled worden. Dus ik ga lekker een filmpje kijken. Ik laat je zo weten hoe het was. Deze gaat worden. Zo de huw, wat een film. Het ging over een 27-jarige jongen die kanker krijgt. Best heftig. Het is een soort buddy film, hoe hij en een vriend van hem en mensen om hem heen daarmee omgaan. Op een soort van lichte manier toch wel. En ik zal er geen doekjes op vinden. Ik heb wel traantje weg moeten pinken. Het is best komt best dichtbij iemand van je eigen leeftijd die zoiets doormaakt. En dat was goed geacteerd. Echt een goede film. Ik ben niet zo'n fan van het credo van leven elke dag alsof het je laatste is. Want ja, ik vind het ook mooi om te leven alsof het gewoon, als ik gewoon leef. Dat je gewoon midden in het leven staat. Dat vind ik ook wel erg mooi. Maar als je zo toch een keertje door zo'n film nadenkt van,
Dat ook zo over kan zijn. Ja, dat, het helpt om alles mooier te maken of zo, weet je wat ik bedoel. Dan waardeer je dit soort dagen met familie en ja, dus mooie dingen waardeer je gewoon meer. Mooie dag. Proost. Tot mooie leven.